Welkom allemaal bij Science by Stars en in deze aflevering toelatingsexamen tandartschemie 2022 vraag 6 tot en met 10. Vraag 6. Stof A kan ontbinden in stoffen B en C volgens de volgende reactie. Een bepaalde hoeveelheid A wordt in een afgesloten reactievat met een constant volume gebracht. Er stelt zich een evenwicht in tussen de drie stoffen in het systeem. Daarbij neemt het totaal aantal molgas in het reactievat toe met 20% en het aantal mol A daalt met 20%. Wat is de waarde van X? En dan gaan we eens gewoon eventjes gaan prutsen aan die reactie. We hebben die reactie gegeven en we zien dat we hier een gelijke hoeveelheid A gaan reageren tot een gelijke hoeveelheid C en we zoeken een coëfficiënt bij B. Als we eens logisch gaan redeneren en er gaat hier 20% van A verdwijnen, dan wil dat eigenlijk ook zeggen dat er 20% bij C gaan moeten bijkomen. Als we dan nog eens een keer rekening houden met die stelling dat A, B en C in totaal allemaal 20% gestegen is, dan is er eigenlijk maar één logische verklaring voor wat B kan zijn en dat wil zeggen dat B gewoon 20% moet zijn. En allemaal 20%, wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat zowel y als x allemaal coëfficiënt 1 moeten hebben. Dat is de enige manier hoe dat dit mogelijk is. En dan maakt hiervan 1 is de juiste antwoord op vraag 6, antwoordmogelijkheid A. Niet zo'n moeilijke vraag als je eventjes logisch redeneert, maar toch een 2 op 6 omdat je hier een beetje outside the box moet denken. Een vraag 7 gegeven zijn de volgende waterige oplossingen van Na3, NaOH, calciumdihydroxide en kaliumnitraat. En de vraag is welke oplossing heeft de hoogste pH? Ik hoor jullie al denken, we gaan moeten werken met die formule van pH, maar dat gaan we helaas niet moeten doen. We gaan het gewoon simpeler kunnen houden. Je ziet hier namelijk, we zoeken welke oplossing is het basisste. En de eigenschap van een base is natuurlijk de hoogste concentratie aan OH-. Als we hier eens gaan kijken, zien we een aantal dingen die niet meteen op hun plaats staan. Het eerste is kaliumnitraat. Kaliumnitraat is een zout. En een zout, ja, dat gaat dissociëren. Je krijgt wat kaliumionen, wat nitraationen. Maar van pH gaat dat praktisch 7 zijn. Dus die kunnen we al schrappen, want we zitten niet hier met echte bazen en die pH gaat altijd hoger liggen dan die neutrale 7. Wat heb ik dan? Ik heb hier nog 3 bazen en je weet, normaal gezien een klein beetje wel van buiten, natrium en calcium, dat zijn sterke bazen, maar hier bovenaan, dat is een zwakke bazen. Een zwakke bazen gaat maar deels dissociëren, gaat maar deels aanleiding geven tot geladen deeltjes en we kunnen dus eigenlijk vanuit gaan dat als we hier stoffen hebben in een al hogere concentratie, zoals bijvoorbeeld natriumhydroxide, dat die, omdat die volledig gaan splitsen, dat die altijd sterker gaan splitsen dan die NH3. Dus die hoeven we eigenlijk ook geen rekening mee te houden. We gaan eens kijken naar die natriumhydroxide. Natriumhydroxide in water gaat splitsen in ionen. We krijgen natrium en we krijgen hydroxide. En allemaal als we 1 natriumhydroxide hebben, krijgen we 1 natrium en 1 hydroxide. Dus we gaan ook 1,0 maal 10 tot de min 2e mol OH min ionen hebben. Omdat je hier gewoon puur met die stoichiometrie rekening moet houden. Als we dan eens gaan kijken naar die tweede, die calciumdihydroxide, ook een sterke base, dan gaat die splitsen in water en we krijgen calcium en we krijgen per elke calcium krijgen we 2 keer een hydroxide-ion. En dat maakt dus dat als we starten met 8 x 10 tot de minderde mol calciumhydroxide, wat initieel lager is hier als onze natriumhydroxide, krijgen we daarvoor wel dubbel zoveel van die hydroxide-ionen hier. En krijgen we dus 16 x 10 tot de minderde. En als je dat omzet naar 10 tot de min 2e, 1,6 maal 10 tot de min 2e. En dus hier gaan we de hoogste concentratie aan hydroxide-ionen hebben. Hoogste concentratie aan hydroxide-ionen geeft de hoogste pH, is het meest basis. En dat maakt als 1 is de juiste antwoord op deze vraag oplossing 3. Antwoordmogelijkheid C. En hier moet je toch een klein beetje nadenken. Je kan niet met pH's gaan werken en het allemaal gaan uitrekenen. Dan ga je veel tijd kosten. Je kan beter logisch redeneren. Vaak bij tandarts hoef je niet zoveel te tellen. Met logisch redeneren kom je er vaak ook al. Vandaar een 3 op 6. Vraag 8. Door welke van de stoffen in de aangegeven hoeveelheden samen in 1 liter water op te lossen, ontstaat er een buffermengsel en gegeven is dat de zuurconstante van waterstoffluoride 4,9 x 10 tot de min 10e is. En dan krijg je een aantal oplossingen en we zitten hier met buffers en buffers zijn altijd lastig. Beginnen bij het begin. Wat is een buffermengsel? Een buffermengsel is een mengsel van een zwakzuur en een geconjugeerde base, waarbij beide natuurlijk zwakzuren of bazen zijn. Wat is daar belangrijk? Dat is hier onderaan. Een buffermengsel is eigenlijk hetzelfde als een evenwichtsreactie. Een buffermengsel is zo samengesteld uit een zwakzuur en een zwakke base en het evenwicht gaat telkens verschuiven zodat de verandering die jij gaat introduceren, dat die tegengewerkt gaat worden. Stel hier bijvoorbeeld voor dat je hier H+, of het wel in de vorm dan van H3O+, gaat toevoegen, dan gaat de
concentratie H3O plus stijgen en dan gaat ons evenwicht hier naar links verschuiven en dan gaat dus die pH die opeens sterk gedaald is terugstijgen omdat die H3O plus wegreageert naar H2O en omgekeerd geldt dat ook. Dus we zitten hier met een geconjugeerd systeem. En wat is dat? Een geconjugeerd systeem bestaat uit een zuur en een base die om de beurt protonen kunnen opnemen of afgeven. Hier voorgesteld, ik heb hier mijn zuur, waterstof met een negatieve zuurrest aan en als die een proton gaat afstaan, dan krijgen we hier een base en tegenovergestelde, ik heb hier water en die kan een proton gaan opnemen en dan krijg ik hier een zuur in de tegenovergestelde reactie. We hebben dus een zuur en een base en een base is altijd geconjugeerd met een zuur en een zuur is altijd geconjugeerd met een base, want als ik zo een proton afsta, dan ga ik zo een proton kunnen opnemen. Deze ook, water kan een proton gaan opnemen en dan gaat die als base optreden, maar hier H3O plus kan een proton gaan afgeven en dan treedt die op als zuur. Wat weten we nog? Een buffer. De bufferkwaliteit is bepalend voor hoe goed dat een buffer werkt. Dat gaan we ook nodig hebben in deze vraag. Ideaal hebben we evenveel zuur als base, maar dat heb je zelden. Je gaat dan een buffer moeten maken en een buffer is werkzaam wanneer dat je 10 keer meer base hebt als zuur of 10 keer meer zuur als base. Dus voorgesteld als volgt. Voor de rest weten we nog hoe meer zuur en base aanwezig zijn, des te beter die bufferwerking, want des te meer een mol van externe invloed dat je eigenlijk kan gaan neutraliseren, en gaan laten wegreageren. We weten wat een buffer is, we weten hoe dat we de bufferkwaliteit kunnen gaan bepalen. En dan gaan we eens kijken naar onze vraag. Wat zien we? Ik heb hier eventjes onze vraag nog eens bijgezet. We hebben altijd natriumfluoride en we gaan die natriumfluoride combineren met oftewel een sterk zuur, oftewel een sterke base. Dan gaan we eens kijken naar wat er eigenlijk allemaal gaat gebeuren. We gaan eens kijken, natriumfluoride gaan we oplossen in water. En wat gaat er dan gebeuren? We gaan een splitsing krijgen in ionen. Natriumfluoride is een zout, gaat uiteenvallen in natriumionen en fluoride ionen en we krijgen daarbij water en dan ga ik hiermee verder. Wat ga ik doen? Ik ben een beetje lui en ik ga die natrium, omdat die toch netjes in die oplossing blijft, heel goed oplosbaar, ga ik die natrium eventjes negeren en ik ga me bezighouden met mijn twee stoffen die vooral belangrijk zijn. En dan krijg ik de volgende reactie. Ik heb water en ik heb fluoride ionen en in een volgende stap is eigenlijk die zuurconstante heel belangrijk, want nu weten we, water en fluoride gaan reageren tot waterstoffluoride en wat blijft dan nog over? Hydroxide-ionen en eventueel wat water afhankelijk van de verhoudingen in wat die gaan reageren met elkaar. Dit is interessant, want nu kunnen we zometeen die zuurconstante gaan gebruiken. Ik weet dus van hier naar daar heeft water een proton afgestaan, heeft die als zuur opgetreden. En van hier naar daar heeft onze fluor een proton opgenomen, heeft die als base gaan optreden. Maar omgekeerd is dat natuurlijk ook mogelijk. En om te weten naar welke kant ons evenwicht ligt, daarvoor hebben we hier die zuurconstante nodig. Wat zegt die zuurconstante? Dat weten jullie wel. Ik heb hier de samengestelde vorm en als die gaat splitsen in ionen, dan kunnen we daar het evenwicht van gaan bepalen, oftewel onze zuurconstante. Het enige verschil hier is dat we die geen rekening moeten houden met die water, omdat die min of meer constant is bij die zwakke zuren. En je ziet hier dat het evenwicht heel sterk naar deze kant gaan liggen. Evenwicht ligt heel sterk naar links. Heel klein getal hier. Dat weet je ook, dus dat wil zeggen dat dit klein is en dit groot om hier een heel klein getalletje te krijgen. Wat weten we dus? Er gaat eigenlijk heel veel HZ zijn. Er gaat heel veel waterstoffluoride zijn in zijn niet gesplitste vorm. En er gaat hier heel weinig van die gesplitste versie van waterstof en van fluoride ionen zijn. Dus wat weet ik? Ik ga dat hier eens aanduiden. Dat evenwicht ligt heel sterk naar mijn waterstoffluoride kant. En dan ga ik eens kijken naar de dingetjes die ik er aan toe kan voegen. Als ik hier eens ga kijken, ik kan oftewel natriumhydroxide gaan toevoegen, maar als ik hier natriumhydroxide aan toe ga voegen, dan voeg ik eigenlijk OH- toe. En die OH- die heb ik hier al staan. Dat evenwicht ligt heel sterk naar deze kant. En hierdoor gaat mijn oplossing alleen maar meer basis worden. Die pH gaat stijgen. Die gaat zeker niet gecompenseerd worden. Dus het toevoegen van een base, dat gaat zeker niet leiden tot een gezonde buffer hier. Ik ga een zuur kunnen toevoegen. En als ik hier een zuur ga toevoegen, dan ga ik eigenlijk H+ ionen toevoegen. En die H+ ionen, die gaan hier heel netjes gaan reageren met mijn fluoride. En die gaan hier waterstoffluoride vormen. Waardoor dus als ik hier een zuur ga toevoegen, die gaat mooi wegreageren. En we gaan hier naar de basische kant gaan. Dus hoe meer zuur ik toevoeg, hoe meer mijn evenwicht hier gaat verschuiven. Hoe meer mijn buffermengsel gaat verschuiven naar die OH- kant. Omdat de combinatie van waterstof en fluor, die zijn veel steviger. Die plakken veel steviger aan elkaar. Dat zie je hier dan hier die fluoride ionen alleen. Dan is de vraag nog, welke van deze twee ga ik moeten toevoegen? Ga ik hier
een klein beetje NaF, oftewel veel natriumfluoride moeten toevoegen en veel zuur of weinig zuur. En hetgene wat je natuurlijk wil, is je wil natuurlijk hier zoveel mogelijk van die fluoride-ionen hebben die die waterstoffen kunnen gaan wegdoen reageren. Als je hier weinig fluoride-ionen hebt en veel zuur, dan gaat die niet dezelfde werking hebben dan dat je hier veel fluoride-ionen hebt en weinig zuur die allemaal mooi naar daar kunnen reageren. Dus de beste buffer in dit geval, die ga je kunnen maken, de meest geschikte buffer ga je kunnen maken hier in geval B. Eén is de juiste antwoord op vraag 8 is antwoordmogelijkheid B. En buffers zijn gewoon heel lastig, vandaar dat ik die toch een 5 op 6 geef. Je moet je toch aan een hoop dingen denken, hier komt heel veel samen. Vraag 9. In welke koolwaterstof komen koolstofatomen voor met 3 verschillende oxidatiegetallen? Propaan, propeen, methylpropaan of but-2-1? En ja, dit is niet de meest gemakkelijke vraag als je slecht bent in die organische chemie, maar je zit hier natuurlijk met een aantal stofklassen. Dit is een alkaan, die luistert naar de naam CnH2n+2. Dit is een alkeen, dat is één dubbele binding en dat gaat dan tekort ten koste van 2 waterstoffen. Methylpropaan, dat is gewoon propaan, maar dan mijn zijtakje en but-2-1, dat is opnieuw hier een alkeen, maar dan weet je precies waar dat die dubbele binding staat. We gaan die eens tekenen en we gaan eens een keer die vraag wat van naderbij bekijken. En wat vragen ze hier? Ze vragen, waar hebben we een koolstofatoom met 3 verschillende oxidatiegetallen? Wat ze dus eigenlijk vragen is, waar hebben we, in welke binding hebben we 3 verschillende koolstofatomen? Want hoe kan je een oxidatiegetal gaan bepalen? Ja, je gaat de elektronen van een gemeenschappelijke binding toekennen aan de meest elektronegatieve. Dat gaat in dit geval altijd koolstof zijn, dus je gaat alle elektronen aan koolstof moeten toekennen. Maar als je hier eens goed kijkt, dit koolstofatoom en dit koolstofatoom, die zijn identiek aan elkaar. Dus je gaat hier maar 2 verschillende koolstofatomen hebben. Dat is, dit is 1, dit is een ander en dit is terug die eerste. Dus je gaat er hier maar 2 hebben, dus dat is sowieso fout. Als je hier gaat kijken, hier ga ik er eentje. Deze is anders dan deze en deze is anders dan die. Dus hier heb ik 3 unieke koolstofatomen. Dus 1, 2 en 3, deze die gaat zeker kunnen. En als ik hier eens ga kijken, ik heb hier een koolstofatoom, die is identiek aan dit koolstofatoom en die is identiek aan dit koolstofatoom. Deze is iets anders, want hier ga je geen verplaatsing hebben van elektronen tussen die 2 koolstoffen, want hier is die elektronegativiteit gelijk aan 0. Maar dus je hebt hier eigenlijk maar 2 verschillende soorten koolstofatomen. Dit, dit en dit, die zijn identiek aan elkaar. Dus je hebt er hier maar 2, dus dat kan ook niet. En als ik hier ga kijken naar die butene, naar de koolstof 2, zit hier mijn dubbele binding. Dan ga ik hier eens kijken, dit koolstofatoom en dit koolstofatoom, die zijn identiek. En dit koolstofatoom en dit koolstofatoom zijn identiek aan elkaar. Dus je hebt hier ook maar 2 koolstofatomen. En daar kan je dus geen 3 verschillende hebben. Tweede check, ga ik hier eens eventjes kijken of het inderdaad klopt. Ik ga hier mijn elektronen toekennen aan mijn meest elektronegatieve bindingspartner. En ik ga dat hier ook doen en ik ga dat hier ook doen. En wat zie je dan? Deze die krijgt 3 elektronen bij, dus die gaat een oxidatiegetal hebben van -3. Deze die krijgt 1 elektroon bij, die gaat een oxidatiegetal hebben van -1. En deze krijgt 2 elektronen bij, die gaat een oxidatiegetal hebben van -2. Hier, dat is koolstof-koolstof, dus die blijven mooi in het midden hangen. En dat maakt dus dubbelcheck op antwoordmogelijkheid 2. Eén is de juiste antwoord op vraag 9, is antwoordmogelijkheid B, propeen. Heb je moeilijkheden met die organische chemie? Dan sta ik een hele lesreeks over die organische moleculen op dit kanaal. Vraag 10. Propaan, ethanol en ethanaal zijn verbindingen met een ongeveer gelijke moleculenmassa. In welke van de onderstaande rijen staan deze verbindingen wanneer ze zich in standaardomstandigheden bevinden, gerangschikt volgens toenemende sterkte van de intermoleculaire krachten? En dan zie je 3, 4 reeksen staan. Daar heb je op dit moment niet veel aan. We gaan die moeten tekenen. En propaan, dat is natuurlijk een alkaan. Ethanol is een alcohol en dit is een aldehyde. En dan ga je natuurlijk wel een beetje moeten weten hoe dat je die moet tekenen. Propaan, ja, is volledig verzadigd. Die ziet er als volgt uit. Een alcohol, dat is een OH-functie. En dat maakt niet uit of die nu hier staat of daar. Omdat je maar 2 koolstoffen hebt, gaat het altijd hetzelfde moleculen zijn. En hetzelfde bij het aldehyde. Een aldehyde-functie is een dubbel O. En die H, die springt dan eigenlijk terug hier op die koolstof. Wat zien we hier? We zien hier dat de intermoleculaire krachten, de krachten tussen verbindingen onderling, dus tussen moleculen onderling, dat die vooral in deze geval bepaald worden door de polariteit van de moleculen. Hoe beter de moleculen aan elkaar vasthangen, des te meer intermoleculaire krachten dat er zijn, en die komen vanuit ladingen. Als je hier gaat kijken naar propaan, dan zien we dat we hier geen polariteit hebben.
De moeilijkheden met die polariteit staat dan ook een aparte reeks over polariteit op dit kanaal. Maar dus het verschil in die elektronegatieve waarde tussen waterstof en koolstof is te klein om die elektronen te verschuiven. En we hebben hier dus een apolair molecule dat mee dat propaan gasvormig is op kamertemperatuur. Die molecules interageren, die gaan geen interactie aan met elkaar. Gaan we naar ethanol kijken, ze hebben een ander verhaal. We weten namelijk, die zuurstof die is 3,0 van de elektronegativiteit, die waterstof is 2,1. Dus er zit hier een hele sterke polaire binding. En tussen C en O, C is 2,5, zit een iets zwakkere polaire binding. Dus we komen hier op twee keer een negatieve lading en dan kan je hier een streep trekken met een duidelijk negatieve en positieve kant in ethanol. Ethanol is een polair molecule en dat geldt ook voor ethanol. Dus we hebben nog niks kunnen uitsluiten. Maar wat zie ik hier? Die CH-binding en die CC-binding die zijn apolair. Enkel die CO-binding die zijn polair. En we zien C hier, die is 2,5 van elektronegativiteit. Zuurstof 3, dus die elektronen die verschuiven naar hier. En we krijgen hier twee keer een partieel negatieve lading. En hier twee keer een partieel positieve lading. Wat zien we? We zien hier wel dat we hier minder gemaskeerde ladingen hebben. Die positieve ladingen hier in die koolstof die zijn een klein beetje gemaskeerd. Daar kan je moeilijker aan. Dat is al zeker belangrijk in de bepaling, terwijl hier zie je dat die negatieve ladingen, die liggen open en bloot. En die positieve lading hier, die ligt hier ook open en bloot. En we zien dat het effect van die lading, dus die polariteit, we zien hier 3 en 2,5, twee keer een half verschil. Terwijl je hebt hier 1 keer 0,9 verschil en 1 keer een half verschil. Dat maakt dat deze iets meer polair is dan de deze hier. Dus door die maskering van die ladingen hier centraal, en door die grotere effect van die elektronegativiteit gaat hier onze ethanol iets meer polair zijn dan onze ethanol. En dat maakt dus dat de intermoleculaire krachten het kleinste zijn hier bij onze propaan, dan als tweede hier bij onze ethanol en als derde op nummertje 1 van intermoleculaire krachten staat ethanol. En dat maakt eens de juiste antwoord propaan, ethanol, ethanol. En je moet hier wel wat tekenen en een beetje over nadenken, vandaar een 3 op 10. Dat was het voor vraag 6 tot en met 10. Ik hoop dat je er veel aan gehad hebt. Ga zeker ook naar de aparte lessenreeksen kijken als je het moeilijk had met een bepaald onderwerp. Ik zie jullie graag voor de volgende les. Dag!